allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Paardenpraat TV. Jullie hebben in een vorige aflevering al een keer kunnen zien hoe Estra haar wedstrijdkrotjes maakt. Ik maak ze totaal anders. Ik maak namelijk roosjes. Met van die hele mooie grote bogen. En die gaan jullie in deze video zien. Kijk vooral verder. We gaan dus vandaag wedstrijdkrotjes maken in de vorm van roosjes. En daarvoor heb je nodig, heel belangrijk, een spons. Want het is heel makkelijk om te vlechten met natte manen. Dus dan kan je hem steeds nat maken met de spons. Naald en draad, een schaar, kammetjes, manenborstel en haarlak. Oké, we gaan beginnen met de manen nat maken, maar dan moeten we eerst de spons even nat maken. Want hoe natter de manen zijn, hoe lekker het vlecht. En dan heb je ook niet allemaal van die kleine plukjes. Voordat we ze nat maken, kam ik ze even heel snel door. Hoeft niet heel goed. Zijn manen zijn nu helemaal gekamd, dan ga je met een natte spons, maak je ze zo helemaal nat aan de bovenkant, zodat hier alle plukjes weg zijn. Je kan dit ook met moes doen, maar dat vind ik niet echt heel erg handig, omdat het dan heel erg plakkerig wordt. Dan blijven je vingers heel te plakken aan die elastiekjes, dus ik ben meer voorstander om het gewoon nat te maken met een spons. Als tweede gaan we allemaal kleine staartjes maken in gelijke lengte. En dan hebben we voor nodig het kammetje. En deze vind ik heel fijn, want dan kan je ze goed uit elkaar halen. En ik pak altijd meteen de hele hand elastiekjes, zodat je niet de hele tijd terug hoeft. Niet bewegen, anders valt alles eraf. Om te zorgen dat al je staartjes precies even groot worden, gebruik ik altijd mijn kammetje als liniaal. Zet ik hem hier neer. En dan is hier het einde. En dan zet ik hem daar nog een keer neer. En dan gebruik ik het elastiekje hier. Die heb ik daar speciaal omheen gedaan, om te zorgen dat ik hem hier door, dat ik hier de scheiding maak. Geen haartjes meer tussen blijven zitten. Kijk, je moet zorgen dat je scheiding helemaal kaarsrecht is. Dan krijg je zometeen hele mooie roosjes. En dan zet je hem weer gewoon heel simpel losjes vast met je elastiekje. Dan zet je deze weer waar de scheiding is. Dan pak je hier hem nog een keer. Dan kijk je waar het elastiekje is. En dan zorg je zo ervoor dat alle plukjes gelijk zijn. En je gaat zo de hele manenkam verder. Zoals je ziet hebben we nu pas drie staartjes. Hoe minder knotjes je hebt, hoe mooier en dikker je roosjes worden. Je ziet hier dat we het laatste plukje over hebben. En soms is die lastig, want we komen net niet uit om er één knotje van te maken. En twee is ook weer net te klein. Dus daar kan je beter gewoon één knotje van maken, want vaak zijn de haren aan het uiteinde, zoals je hier ziet, iets dunner en hier nog wat korter. Nou, als je alle staartjes hebt, ga je beginnen met vlechten. En als je roosjes wil maken, zit er wel een beetje een speciale vlechttechniek aan vast. En dat ga ik jullie nu uitleggen. Je ziet hier geen plukje haar en dat water doet het heel erg goed. Dan kam je me nog één keer goed door. Gewoon recht omhoog kammen. Is makkelijk, dan kan je hem zo meteen al goed verdelen. En nu begint eigenlijk het vlechten. Als je hem zo het plukje omhoog hebt, moet je ze eerst in drie gelijke stukken verdelen. En zorg dat je geen losse haartjes meer hebt. En als je dan drie gelijke plukken hebt, normaal vlecht je naar beneden. En met roosjes is dit dus hetgene wat anders moet. Vlecht je hem eerst drie keer omhoog. Daarna vlecht je hem gewoon zo strak mogelijk door naar beneden. Dus goed onthouden, de eerste drie slagen vlecht je omhoog losjes. Krijg je deze mooie boog. En daarna moet hij zo strak mogelijk. Want dat wordt je knotje roosje uiteindelijk zelf. Normaal is Yves super, super, super druk. Zat hij heel met zijn hoofd te schudden. En dan is het echt een kunst om knotjes te maken. Doe je er een elastiekje in. En als laatste vouw je dit dan dubbel, het laatste plukje. Dan heb je daar zometeen geen last van als je het roosje erin gaat zetten. Dat er allemaal losse sprietjes zijn. Nou, dan zit de eerste vast en zo ga je door. Het laatste knotje moet je altijd maar gewoon een beetje, ja, niet te veel van aantrekken. Die is nooit het mooist. Nou, het laatste vlechtje zit erin. We gaan nu de roosjes maken en dat gaan we doen met naald en draad. En dat heeft Estra ook al een keer uitgelegd en dat zie je in de video hier. Je hebt voor het draad pektouwdraad nodig en dat is handig omdat er wax aan zit. En dan zorg ervoor dat die, zodra die in de manen zit, niet meer los kan gaan. Nou, je hebt ongeveer zo'n stukje nodig, een meter, half metertje of zo. Aan de bovenkant vast in de naald. Zo, hier zit die vast. En dan maak je aan de onderkant ook een knoopje. En die moet je dan zo meteen door het elastiekje steken. En dan blijft het knoopje in het elastiekje haken. Dus het is eigenlijk een soort van je rem, dit knoopje. En dan kunnen we hem in het vlechtje gaan zetten.
Als eerst steek je hem door het hele stiekje heen aan de onderkant. Want dan blijft hij goed zitten. Trek je hem helemaal door. En omdat je hier een knoopje gemaakt hebt, blijft hij haken in het hele stiekje. Vervolgens steek je hem door de eerste slag van de vlecht heen. Trek je hem helemaal strak aan. En dan zie je al dat hij helemaal strak trekt. Steek je hem weer terug. En dan prop je je vlechtje in de vorm hoe je hem wil hebben. En dan steek je hem er heel vaak aan de onderkant doorheen. Oh, niet mijn andere vlechtje meenemen. Net zolang tot hij gewoon helemaal goed vast zit. En als laatste pak je de schaar. Knip je hem los en hij blijft gewoon vastzitten. En dan zie je al één knotje, helemaal met zo'n mooi boogje. Maak je er weer een knoopje in voor de volgende. Kijk, daarvoor is het ook handig om gewoon in één keer een lang stuk draad te nemen. Want wat je heel vaak ziet, dat mensen heel vaak kleine stukjes draad nemen. Dan moet je hem heel de tijd opnieuw aan je naald vastmaken. En nu kan je gewoon de hele tijd verder. Dan moet je kijken hoe mooi ze zijn geworden. Echt van die vet mooie dressuurknotten. Helemaal als ze dan aan een teugel lopen, ook daar heeft Esra een video over gemaakt. Dan gaat die hals mooi bol en dan worden die knotjes echt nog mooier. Ja. Hè, Yves? Vind je het ook mooi? Yves wilt eten. Nou, dankjewel voor het kijken en tot volgende week. Ja, ga je mee eten? Ja? Zo, daar ben ik weer. En de winnaars van de Mira Lux armbanden zijn geworden. Spannend, spannend hè, Yves? Ja. Wie zijn het? Zeg jij het? Nee, jij wilt alleen maar gras eten. Nou, de winnaars van de Mira Lux armbanden zijn geworden. Erik Nuits. Anna Sophie van Gol en Lisa Münster. Heel erg gefeliciteerd en heel veel plezier ermee. Stuur ons even een privéberichtje met je naam, adres en al je gegevens. Dan sturen wij de cadeaubonnen naar jullie op. Heel veel plezier ermee en maak er iets moois van.